Hoe komt het nou toch? Ja, dat vraag ik me af. Ja, dat de deugneuzen in Nederland, hè, zeg maar het semi-intellectuele volkje, ja, dat een beetje zo tegen de grachtengordel aanschuurt, hè, dat die ons altijd weer keer op keer willen vertellen wat wij, jullie en ik, wat wij leuk moeten vinden. Ja, het gebeurde nu weer. Bij dat barlaat, ja, daar zat die Pechtold. Ja, daar was hij weer. D66 Pechtold. Ja, en die ging even laten weten wat hij van de BNB vol liefde vindt. Ja, daar hebben heel veel mensen hebben heel veel plezier aan dat programma. Maar hij moest even laten weten dat hij daar, nou, daar bleef hij heel ver bij weg. Onze Pechtold, ja, die keek daar zo op neer. Ja, die had daar even helemaal niks mee. Nee, hij keek liever, zei hij, naar een leeg aquarium dan naar de BNB vol liefde. Nou, je zag de afschuw op zijn gezicht. En dan denk ik bij mezelf, hoe kom je erbij om met zoveel minachting over de rest van Nederland te praten, over dat mensen dat leuk vinden. Ja, ik kijk ernaar, ja, dan ben je mee verliefd. Ja, dat weten jullie, want ik maak daar af en toe een aflevering over. Maar ik ken ook genoeg mensen die buitengewoon slim uit hun ogen kijken, en dat niet alleen, en ook nog eens een keer slim zijn, die ook naar BNB Vol Liefde kijken, met heel veel plezier. Ja. En ik vind het bijvoorbeeld ook heel leuk om elke dag even een Nederlandstalige muziek te horen. Ja! En lekker mee te galmen. Ja! En dat mag natuurlijk niet van D66 bijvoorbeeld. En het is ook niet voor niks dat die afstand tussen D66 hier en de kiezer daar steeds maar groter en groter wordt. Ja! Om dit soort dingen. Totaal geen besef wat er leeft in het land en wat mensen eventueel aanspreekt en waarom mensen zich willen vermaken. En waarom mag dat niet? Waarom mag dat niet? Ja, dat is mijn vraag. En die blijft maar door mijn hoofd galmen.